Yo, kijkers van DGF's, leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe video van Euro Truck Simulator 2 Tregion. We zijn hier van nu de vracht aan het inladen voor richting Den Haag. Dus we stampen de trailer vol en motoren aan, let's go naar Den Haag. Ja, de vracht is in ieder geval ingeladen. We hebben de trailer weer helemaal volgestampt. Er zitten nu 33 pallets in de trailer, dus de trailer zit echt bomvol. Maar dat betekent wel dat we gewoon weer een lekkere vracht voor vandaag hebben. Dus laten we al richting Den Haag gaan rijden. En ik heb ook nog wat spulletjes meegenomen in de truck. En dat is misschien ook wel leuk om die te laten zien aan jullie in ieder geval. Zoals je kunt zien, ik heb vandaag een telefoontje meegenomen. En ook wat spulletjes in de tas meegenomen. En eerlijk, het is weer een heerlijke truck. Ik heb vandaag nog wat spulletjes opgeborgen in de kastjes bovenin. Super dik. Laten we in ieder geval wel de motoren starten. Want die vrachten, die moeten in ieder geval wel richting daarna gebracht gaan worden. Dus laten we eerst eventjes de GPS instellen. Ja, dan gaan we dan jongens op naar Den Haag. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Nou, dan gaan we dan jongens richting Den Haag. We gaan eens even kijken of we daar een mooi plekje kunnen gaan vinden om eventjes deze vracht te gaan lossen in ieder geval. Ik hoop in ieder geval voor vandaag dat het niet heel druk gaat zijn op de weg. Aangezien we vandaag best wel een beetje in een soort van tijdnood zitten. Want de vracht moet best wel op tijd afgelost worden deze dag. En daarom wat ik al zei, ik hoop dat het gewoon niet te druk gaat worden op de snelweg. Dat zou in ieder geval wel weer een voordeel zijn die we in ieder geval mee gaan nemen vandaag. En wat ik de vorige keer ook al zei, misschien is het een keertje leuk om langs de McDonald's te gaan rijden. Maar aangezien er vandaag geen tijd voor is, laten we dat gewoon een ander keertje doen. Als ik weer een ritje heb waarbij we wel de tijd ervoor hebben, dan kunnen we op ons gemakje langs de McDonald's toe rijden. Nou, we gaan in ieder geval richting de snelweg toe. En vanaf daar is het gewoon één rechte lijn richting Den Haag. En dan bij Den Haag moeten we uiteindelijk weer eraf. Dus we hebben een best wel makkelijke route die we vandaag weer moeten rijden. Van één rechte lijn en dan zijn we er eigenlijk. Alleen we moeten eventjes in Den Haag gaan kijken hoe en waar we moeten zijn. Want ik kom daar niet zo heel vaak. Dus we houden sowieso de GPS in de gaten. En dan moet het sowieso wel goed gaan komen. Nou, we hebben al gelijk politie voor ons. Ik hoop dat die ons niet gaat aanhouden. Dat scheelt ons in ieder geval weer tijd. Colico, daar ben ik eigenlijk nog niet eerder geweest met de vrachten die ik al heb gereden. Misschien dat we daar wel een keer een route naar kunnen toewijzen. Maar ja, misschien is dat wel leuk. Laten we in ieder geval eerst eventjes invoegen op de snelweg. Dat hier altijd auto's door willen beuken. Hoppa, gas erop. En let's go jongens. Naar Den Haag. Mooie stad. Achter de duinen. Nee, ja. Nou, ik ben natuurlijk super blij. We hebben een nieuwe trailer achter bij ons. Die hebben we natuurlijk in de vorige aflevering kunnen bemachtigen. En eerlijk, het blijft echt een hele leuke trailer. Je kan er zoveel opties mee doen. Je kan op plaatsjes waar geen dok is, kan je alsnog gaan lossen. Je hoeft niet te wachten op een heftruck. We doen het allemaal zelf. Dus dat is super handig met deze trailer. Dus mocht u ergens een keer in de stad moeten zijn om een vracht eventueel te gaan lossen, kunnen we altijd onze dingen pakken en dan kunnen we de vrachten zelf handmatig lossen. En hoeven we niet te wachten op een heftruck chauffeur die daar tijd voor moet gaan maken. We hebben in ieder geval één voordeel. Ik zie al niet dat het heel druk is op de snelweg. Ik hoop ook niet dat we files tegen gaan komen. Want wat ik al zei, we zitten echt met die tijdsdruk. En we moeten echt op tijd aankomen bij onze volgende klant. Een aantal afleveringen terug hadden we natuurlijk ook al een wegafzetting op de snelweg. Dus ik hoop niet dat we dat vandaag gaan meemaken in ieder geval. Nou, we hoeven ook niet te stoppen bij het tankstation. Aangezien de tank nog aardig vol zit, is het niet nodig om zo direct te gaan tanken bij het tankstation. Ja, het blijft toch wel weer een heerlijk trucje. Moet je kijken, lekker interieurverlichting. Oh, heerlijk jongens. Dus kunnen we nog het raampje open doen. Oh, lekker de frisse lucht naar binnen waaien zo. Ja, dat is gewoon genieten. Dat is gewoon genieten met deze truck. Gewoon genieten. Ik ben ook super blij met de trailer nogmaals. Ja, het is echt gewoon een hele mooie combinatie. En ik hoop dat we nog vele ritjes mogen rijden met deze truck en trailer natuurlijk. Eens even kijken, ik zie hier al Klein Polderplein 14 minuten, Badhoevendorp 28 minuten. Nou ja, dat zijn in ieder geval de plekken waar we niet heen moeten. Dus dat scheelt weer dat wij geen files gaan meemaken op de snelweg in ieder geval. We kunnen eventueel hier eraf richting Den Haag. Alleen lijkt het me handig om de volgende te pakken, want als je hier er al afgaat, moeten we dus dwars door Den Haag heen. En aangezien het vaak druk is in Den Haag, laten we gewoon de volgende afslag pakken. Dat we vanuit daar Den Haag binnen kunnen gaan rijden. Want om dat nou vanaf hier te doen, want dat zie ik niet zo zitten, is een beetje te druk. Kijk nou jongens, het mooie stadion daar. Oh ja, zeker.
Oh ja, zeker. Het is niet zozeer dat ik van voetbal ben of zo, maar ik vind het wel leuk om ernaar te kijken. Het is een leuke Den Haag. Lekker Den Haag, jongens. Een lekker stadionnetje erbij. Ja hoor. We nemen in ieder geval de afslag richting Den Haag. Dat we bij de volgende afslag wel eraf moeten en dan kunnen we vanuit daar Den Haag binnenrijden natuurlijk. Ja, we hebben echt een mazzeltje vandaag hoor. Gewoon weer niet druk op de snelweg. De afgelopen keren hebben we dat ook al niet echt gehad op de snelweg. Het was altijd best wel rustig. Al was het net wel een stukje drukker op de snelweg. En hier valt het dan weer gelijk een stuk mee. Dus ook dat is wel heel erg fijn natuurlijk. Eens even kijken. Wij moeten volgens de GPS hier rechtdoor. Nu is het denk ik verstandig om links aan te houden denk ik. Weet je wat? We doen het gewoon. Want wel moeten niet die auto afsnijden natuurlijk. Maar ik denk dat we het beste links aan kunnen houden, aangezien daar de rotonde is. En volgens mij moet je daar ook invoegen inderdaad. Dus dan hebben we in ieder geval een goede beslissing gemaakt op dit moment. De klant zal in ieder geval ook weer tevreden zijn. We zijn echt gewoon goed op tijd aangekomen. Het is nu op dit moment 4 over 10. En wat ik al zei, we hebben gewoon een goede beslissing genomen als moesten we hier invoegen. En dat scheelt natuurlijk ook wel weer wachten natuurlijk. En het bedrijf waar we moeten zijn, dat is nu hier aan de linkerkant. Volgens mij bij Wilnet Transport zover. Ik dacht dat het heette. Ja, Wilnet Transport. Yep, daar moeten we zijn. Nou, dan gaan we meteen eventjes vragen waar wij moeten zijn. Bij welk dok we kunnen gaan lossen. Ik zal het even aan deze meneer gaan vragen hier zo. Nou, de meneer heeft ons in ieder geval verteld dat ze bij dok 5 moeten zijn. Dus we gaan eens eventjes kijken of het plekje al vrij is. Dat we onze vracht in ieder geval neer kunnen gaan zetten. Eens eventjes kijken. Wij hebben hier nummer 2, 3 zie ik daar voorbij komen. Nummer 5. Is die leeg? Nee, die is niet leeg. Ja, dat wordt heel eventjes wachten denk ik. Dat wordt heel even wachten. Dus laten we de truck anders eventjes hier aan de zijkant parkeren. Dan moeten we heel even wachten tot het dok vrij is natuurlijk. Nou, na enige tijd gewacht hebben is eindelijk dok 5 vrij zoals je kunt zien. Voor de rest hebben ze alweer trailers hier en daar neergezet. Ik ben in ieder geval blij dat dok 5 vrij is. Dus laten we eventjes die kant op gaan en de trailer ervoor zetten. De truck staat in ieder geval recht voor het dok, dus dat is in ieder geval een mooi dingetje. Laten we in ieder geval de verlichting uitzetten, de motor uitzetten en dan laten we even naar binnen gaan en de vracht gaan lossen. Nou, laten we in ieder geval even een kijkje binnen gaan nemen, zodat we onze trailer kunnen gaan lossen. Het zijn 33 pallets, dus dat is echt een volle trailer. Ik hoop dat ze een elektrische pompwagen hebben, dat scheelt echt enorm veel tijd. Dus let's go, laten we die trailer gaan legen. Nou, de trailer is in ieder geval weer helemaal leeg. En dan gaan we het ook echt hierbij laten. We gaan straks weer naar een ander bedrijfje toe. Laten we daar de trailer weer vol. En dan gaan we weer naar de volgende klant toe in ieder geval. Nou, dit was hem dan weer voor deze keer. Ik wil je in ieder geval graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jij dit nou een leuke video? Beloon het dan zeker met een duimpje omhoog. Desnoods deel je de video met andere vrienden van je of familie of wat dan ook. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan heb ik nog mijn mening te zeggen. En dat is later.